Bijna iedereen heeft de mug wel eens zien liggen. Of het nou in de bibliotheek, supermarkt of stadsdeelkantoor is. De oplage van 34.000 gratis exemplaren gaat iedere maand schoon op. Het bestaansrecht van mug zit in ongeveer een kwart van de bevolking dat rond moet komen van heel weinig geld. En wat doet mug daaraan? Wij geven die mensen tips om hun positie te verbeteren. En ook om rond te komen en met hun problemen beter te dealen. Tjerk Dalhuizen begon in 1988 de Amsterdamse versie van de mug. Het blad bestond al in Den Haag en Utrecht en stond nog bol van de artikelen met linkse signatuur. Het was bedoeld om de minima van de stad een stem te geven. Er zijn mensen van allerlei plumage bij elkaar gekomen. Van krakers tot VU-professor tot journalisten. En die hebben samen iets heel moois gemaakt. Het was rommelig, maar heel creatief. En het werd al snel een mooie professionele krant. Waar ook allemaal professionele journalisten ook bij betrokken. Dus het zag er meteen heel goed uit. Nou, maar echt vanuit idealisme? Ja, zeker. Het begon met allemaal vrijwilligers. Ja. Wij hadden natuurlijk bijna geen geld. Dus wij gingen de distributie doen met auto's. Hele oude auto's. Toen hadden we 552 plaatsen, geloof ik. Want toen lag hij echt overal. Bijvoorbeeld nu hoeven we niet meer aan te komen bij de universiteiten. Want dan zeggen die portiers die daar allemaal op de werkvloer rondlopen. Nee, want ze hebben geen tijd, want die moeten al zoveel lezen. De mug van nu ziet er totaal anders uit. Op tabloidformaat, kritisch, maar ook praktisch met een werkkatern in het midden. Dat katern heeft een duidelijk andere bedoeling. Namelijk gewoon om mensen richting werk te helpen. En dat helpt? Ja, het is pas 3 keer verschenen en we hebben al 14 mensen aan de baan geholpen.